Hoi iedereen, en vandaag film ik weer eens een wrap-up voor augustus. Kleiner wrap-up dan ik had gehoopt. Maar ik kan er nu een paar video's achterheen moeten spijtig nog zeggen. Maar ik ben ziek gevallen. Longontsteking. Daar heb je echt geen energie om te lezen. Maar in ieder geval, ik laat zien welke drie boeken dat ik heb uitgelezen deze maand. Een van de eerste dat ik heb uitgelezen is De Uitverkorene van Taran Mataro, de Contender, de eerste boek. En ik ben super blij dat ik die nu heb. Die is gewoon super zalig, super aangenaam om te lezen. En die boeken staan echt van, oké, nu moet ik echt wel dringend boek 2 gaan halen, want... Dit is a baby. I wanna continue reading. De tweede boek dat ik heb uitgelezen deze maand is Bevroren Nacht van Sarah Raash. Dit is de laatste deel van de IJs als Vuur serie. Ja. Dus deze serie heb ik eigenlijk uitgelezen en ik heb er wel genoten. Ik vergat niks van het verhaal eigenlijk. Allee, het verhaal, ik wist wie de personages waren, wat er allemaal was gebeurd. Ook al is het al een paar maanden geleden dat ik die heb uitgelezen, de rest van de boeken. Maar het is echt van, oké, I know it. We gaan verder. Er is wel een deel dat ik even van... Maar het einde was goed, dus ik heb er echt van genoten. Ik ben blij dat ik die heb gelezen. De derde boek en ook de laatste boek dat ik in augustus heb gelezen is Sofia draagt altijd zwart van Paolo Cognetti. Dit is ook een goed boek. Heel aangenaam. Heel niet de genre dat ik meestal lees. Maar ik ben wel blij dat ik hem heb gelezen. Want dit gaat eigenlijk over meer de... Ja, minder fantasy-achtig. En ik ben eigenlijk blij dat ik eigenlijk minder fantasy-achtig beginnen lezen. Want het was aangenaam om die te lezen tussendoor. En dit was al mijn TBR. Ik weet dat het heel rap was, maar als je ziek bent, kun je spijtig nog niet veel lezen. Maar drie boeken mag ik zeker niet klagen. Dus ik hoop dat deze rap leuk vinden. En tot de TBR. Doei!